Het is echt zo. De Hulk, de bewindvoerder en de toerist. Deze drie personen kennen we natuurlijk uit de Rijnmond-serie Het Sloopteam. Een aantal maanden lang werd de Rotterdamse vriendengroep gevolgd in aanloop naar de Marathon van Rotterdam. Hardlopen doet het Sloopteam voorlopig even niet meer. Maar de groep zit zeker niet stil. Nou ja, ik heb zoiets van, ik heb wel gaan lopen rennen. Maar ik vind dat lopen eigenlijk helemaal niks aan. Ja, maar dat hard te lopen vind ik eigenlijk... Nee, dus ik wacht zo lang mogelijk met de training weer, om dat weer op te pakken. Nee, wandelen ben je toch lekker buiten. En ik haal daar wel heel veel rust uit. Nee, ik vind het lekker. En zeker doordat ik even wat rustiger aan moet doen, doordat ik toch nog wel veel pijn heb, is het even beter. Maar ik moet zeggen, het kriebelt wel weer. Nu, toen we vanochtend vroeg voor de zaak van Ed stonden en met elkaar verzamelden en er meteen alleen maar gelach was en gestoei. Dus ik heb wel weer zin om binnenkort eigenlijk te gaan lopen. De serie Het Sloopteam gaat over een Rotterdamse vriendengroep die van de alcohol en de drugs af willen. Het Sloopteam heeft veel reacties gekregen op de serie. Heel positief, wanneer komt het vervolg en wat leuk. En we zijn ook gaan hardlopen, enthousiaste reacties, ook van buiten Rotterdam hoor. Wow, ook wel heel bizar dat ik ook wel heel open ben in mijn verdriet. Dat mensen zoiets hebben van, je mag je verdriet laten zien. Dat heeft mij in ieder geval altijd heel veel geleerd. Kijk, het klinkt heel lullig, maar als ik verdrietig ben en ik vertel dat, dan ben ik van mijn shit af, zeg maar. En dat is voor jezelf, is dat gewoon wel heel fijn. Maar echt gewoon zulke mooie reacties gehad. Nog steeds, hoor. In hoeverre helpt het wandelen jou dan ook? Wandelen wel, hardlopen niet. Het klinkt heel stom, maar wandelen, dan heb je natuurlijk, vind ik, dan heel veel prikkels. Dus ik ben dan heel snel afgeleid. De Marathon van Rotterdam ging vanwege corona uiteindelijk niet door en is nu verplaatst naar 23 en 24 oktober. Ondanks dat het hardlopen even op een lager pitje is gezet, heeft het Sloopteam nog altijd de droom om de marathon uit te lopen. Ja, dat sowieso. Dat staat als een paal boven water. Ja, ik vind het wel belangrijk om een medaille te krijgen, dus ik wil hem wel officieel lopen. Straks gaat de rest ook weer aansluiten, dus ik heb daar zin in en het volste vertrouwen in dat we het allemaal gaan redden.